Hallo. De camera loopt. Het is tijd voor mijn allereerste videootje die ik officieel voor de HVA ga maken. Want vanaf nu ben ook ik deel van het HVA YouTubers team. Wat betekent dat je mij nog veel vaker tegen gaat komen. En dus is het wel leuk als je een beetje een idee hebt van wie ik ben. Dus vandaar dat deze video gaat over mij. Daar komt een klein voorstelrondje. Sinds kort woon ik ook weer bij mijn ouders. Dat is natuurlijk niet alles. En dat betekent dat ik nu elke dag heen en weer aan het reizen ben met de trein. Dus ik loop nu ook op het station zoals je kan zien. Gelukkig heb ik wel weer wat gevonden. Dus binnenkort kan ik weer mijn spullen pakken en richting Amsterdam. Wat ik wel heel leuk vind is dat ik weer voor mijn hondje kan zorgen. Spetter! Ze luistert alleen niet naar me. Spetter wil niet naar me luisteren. Kino. Naast dat ik graag sportief bezig ben, uit ik mezelf ook graag op een wat creatievere manier. En dat doe ik nu dus voornamelijk via filmen. En mijn passie voor filmen is eigenlijk pas recentelijk ontstaan. Omdat ik met Sanne 10 weken naar Moskou ben geweest om hier stage te lopen. En gedurende deze 10 weken hebben wij onze tijd vastgelegd. We hebben 6 verschillende filmpjes gemaakt met erin onze ervaringen op en buiten werk. Vandaar ook dat ik nu de minor video en televisie ga volgen waar ik heel veel zin in heb. En hiermee ga ik dus leren om nog beter te filmen, te editen, script schrijven. Dus ik hoop dat jullie heel snel vooruitgang gaan merken in de filmpjes die ik maak. Maar ik ben niet de enige die filmpjes maakt voor de HVA YouTube. We zijn met een heel team. En via deze link kan je alle introductiefilmpjes kijken van de HVA YouTubers. Zorg ook meteen even dat je op de subscribe button drukt, zodat je geen enkel filmpje meer van ons mist. Dat was het dan. Ik zie je snel.